Hallo, welkom terug bij onze tutorial Visual Paradigm. We hebben gezien hoe we een klassendiagram kunnen maken waarin we aangeven hoe de RMI-verbinding tot stand komt. Ook hebben we een componentendiagram gemaakt waarin we twee componenten hebben die met elkaar praten via het interface e-student-admin. Nu kunnen we nog aangeven op welke computers deze componenten moeten gaan draaien. Dat doen we met behulp van een deployment-diagram. We gaan naar UML. Kiezen deployment diagram en we kunnen nu de naam van deployment diagram ingeven. Laten we hem student admin deployment diagram noemen. In dat diagram komen een aantal nodes voor. En een node is de fysieke computer waar een component op komt te draaien. Dit is een node voor de client. En dit is de node voor de server. We kunnen nu aangeven dat deze twee nodes met elkaar verbonden zijn via het internet. Dat gaat bijvoorbeeld door een associatie te leggen tussen de twee nodes. Dit is het symbooltje voor een associatie. En we slepen hem van de ene kant naar de andere kant. Kiezen hier Association en schrijven op Internet. Wellicht dat de servernode met een database praat. Dus we kunnen nog een extra node toevoegen voor de database server. Database server. En laten we ervan uitgaan dat we voor de database een MySQL database gebruiken. Nou, dat zouden we dan weer kunnen aangeven als een component die draait op de database server. Dus we hebben een nieuwe component en die component heet MySQL. Vervolgens kunnen we deze component in de database slepen. Nu kunnen we ook nog een verbinding leggen van de database server naar de gewone server. Dat is een associatie. En dan kunnen we bijvoorbeeld aangeven dat deze verbinding via een lokaal netwerk gaat. Nu moeten we nog de componenten uit het componentendiagram toevoegen aan ons deployment-diagram. We gaan terug naar ons componentendiagram, selecteren de component voor de client, rechter muisknop, copy, copy to diagram, select an existing diagram en kiezen het gewenste deployment-diagram. En copy to. Daar is de studentenadministratie client en we slepen hem in de betreffende node. Nu gaan we weer terug naar het componentendiagram, kiezen de component van de server, rechter muisknop, copy, copy to diagram, select existing diagram en het gewenste deployment diagram en weer copy to. Kijk, daar verschijnt hij weer en we slepen hem naar de server. Nu kun je in een deployment diagram aangeven dat er nog veel meer nodes zijn. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat er nog een extra client node is. Dus we zouden bijvoorbeeld nog een node toe kunnen voegen. Dit is zeg maar de reserve client node. Op deze clientnode draait dezelfde component. Dus we gaan weer naar het componentendiagram. Kopiëren. Een component. En we voegen hem toe aan de reserve clientnode. En ook die clientnode zal met het internet verbonden zijn. Met de server. En zo kun je dus in een deployment diagram laten zien dat er bijvoorbeeld meerdere clients zijn die kunnen praten met dezelfde server. Je zou zelfs nog nodes kunnen toevoegen om bijvoorbeeld tablets aan te geven en dergelijke.
Hiermee besluit ik onze tutorial. Ik wens jullie veel succes met het opstellen van jullie eigen deployment-diagrammen.